Stan Valks, de transferperiode, die zit erop. Ja. Ben je tevreden? Ja, ik ben tevreden, ja. Ik denk wel, als je terugkijkt, we wisten natuurlijk al tijdig dat er best veel spelers zouden gaan. Dus ja, we zijn ook al heel vroeg aan de slag gegaan met een aantal zaken waar we eigenlijk al voor november, december mee bezig. Dus ja, omdat je weet dat vaak lange trajecten zijn. En ja, het heeft ook wel geholpen dat we al vrij snel duidelijk hadden dat we in de Eredivisie zouden blijven. Daardoor hoefden spelers niet langer te wachten. Omdat de spelers die wij zochten, dat was ook vanuit andere clubs toch ook wel wat meer belangstelling. Dus in dat opzicht zijn wij, of ben ik in ieder geval, zeker tevreden. Ja. Je hebt 7 Duitsers, 2 Britten en een Israëliër ontvangen en mogen begroeten bij de club. Ja. Leg ons eens even uit, hoe werkt dat? Nou, laat ik zo zeggen. We willen de spelers dicht bij huis zoeken. Hè? Dus we kijken eerst op de Nederlandse markt. Er waren best interessante spelers voor ons. Ook best wel waren een aantal spelers die we gepolst hebben via hun management, zeg maar. Maar ja, daar kwamen we toch wel snel achter dat die eigenlijk onbetaalbaar waren voor ons. Hè? Dus die konden dan naar clubs uit de subtop of zo, die beduidend meer kunnen betalen dan ons. Dus daarvoor zijn we uiteindelijk in het buitenland terechtgekomen. En ja, Duitsland en met name de Tweede Bundesliga is sinds 2-3 jaar toch wel belangrijk voor ons. Dus ja, het is ook geen toeval dat we de spelers vanuit Duitsland halen. Omdat het is makkelijk om die live te bekijken. Men weet van elkaar wat je aan de Duitse spelers hebt. Dus in dat opzicht was het voor mij vrij logisch. In ieder geval dat we met een aantal Duitsers aankwamen. Maar ik heb ook wel gevraagd aan de trainer en ook aan Marco Bogen van, ja, is het misschien een idee om met een limit? Want ja, we willen natuurlijk met alle respect voor Duitsers, we willen niet met 11 Duitsers. We zijn natuurlijk een Vlaamse club, een Nederlandse club. Dus liefst de Nederlandse spelers. Maar ja, nu moesten we er zoveel spelers vervangen dat we zoiets hadden van, ja, dan, hè. En natuurlijk heeft Elia heeft ook een Italiaans paspoort, dus we herrekenen maar als Italiaan. Dus nee, maar dat is wel een bewuste keuze, ja. Dat we de Amerikaan, die komt ook uit de Duitse competitie, dus dicht bij huis, zeg maar. Dus wij zijn ook niet een club die in Zuid-Amerika gaan scouten. Dus in dat opzicht hoeven ook niet alle spelers te kennen. Maar ja, en het is denk ik wel verklaarbaar dat er best wel veel spelers uit Duitsland zijn gekomen. Ja, veel mensen stonden met name verbaasd over de transfer van Lee Kettermol naar Venlo. Hè? Kun je daar een klein boekje over open doen hoe dat is gegaan? Ja, ik werd benaderd eigenlijk door zijn management. En toen dacht ik, ja, dat zal wel. Want ik denk, ja, ik kijk soms zo. Vaak kijk ik altijd, als ik de spelers niet ken, dan kijk ik naar op de site Transfermarkt. En daar hangen ze dan een fictieve waarde aan. En ja, als je dan keek naar Lee Kettermol, daar hing een kaartje van boven de 3 miljoen aan. En normaal zijn spelers die wij kunnen halen, die zitten meestal onder de waarde van 1 miljoen. Dus ik denk, nou, dat is niet realistisch. En we waren ook niet echt op zoek naar een extra middenvelder, zeg maar. Maar toen raakte Danny geblesseerd. En dus dat kwam eigenlijk gelijktijdig. En toen heb ik na 2 dagen of zo heb ik de zaakwaarnemer van Lee gebeld. En eigenlijk aangegeven dat we nog wel een extra speler op die positie konden gebruiken. Ook aan de voorkant al afgekaart dat wij qua budgetten toch wel onderaan een Eredivisie zitten, zeg maar. Maar mijn vraag was ook, wil hij wel bij VVV komen spelen? We hebben kunstgras. Toen waren we eigenlijk binnen 2-3 uur waren we eruit dat hij een week met ons mee zou gaan trainen. Hè? Of het van beide kanten zou bevallen, voornamelijk van hem of die aan het kunstgras zou kunnen wennen of dat hij daar moeite mee zou hebben. Nou, eigenlijk was al na 2 dagen had hij een goed gevoel hier bij de club, bij de mensen, bij niet alleen de technische staf, maar ook de medische staf, maar ook gewoon iedereen hier binnen de club. Dus, en ook met de spelersgroep. Dus hij had meteen een goed gevoel. En het kunstgras was geen enkel probleem. Dus ja, toen waren we eigenlijk vrij snel eruit. Ik heb in de tussentijd ook met Dick Advocaat gebeld natuurlijk, die zijn trainer is geweest bij Sunderland. En die had zoiets van, wil hij naar VVV, wil hij naar Nederland spelen met zoveel ervaring en zo. En, dus hij was van Advocaat, die was aardig verbaasd, maar die was wel vol lof over hem. Niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld. En dus dat overtuigde mij, ons wel, om proberen toch door te zetten.
Ja. En achteraf gezien is dat misschien de transfer geweest die het meest soepele is verlopen. Binnen een paar dagen was er eigenlijk geregeld. En vaak zijn dat, wat ik net ook aangaf, vaak zijn het hele lange processen. Maar dit is eigenlijk, was binnen een paar dagen eigenlijk gepiept. Dus ja, dat is ook wel leuk en mooi. En dan is het ook leuk om te zien dat hij eigenlijk ook meteen zijn reputatie waarmaakt. Hè? Absoluut. Je memoreert net al Dick Advocaat. Zijn er nog andere grootheden die op de achtergrond een beetje meekijken naar versterkingen voor VVV Venlo? Nee, niet aan de voorkant. Maar er zijn heel af en toe word je wel eens getipt door voormalige spelers. Ja, inderdaad wel. Misschien door oud-spelers van VV, soms door oud-trainers die dan een tip hebben. Dus daar kijk ik altijd, kijken we altijd serieus naar. Misschien wel nog serieuzer dan anderen die niet gerelateerd zijn of connectie hebben met VVV. Er zijn natuurlijk ook spelers zoals Oenerstaal, die we 2 jaar geleden gehaald hebben. Die gewerkt had met Huub Stevens bij Schalke. Dan ga ik wel Huub Stevens bellen om te vragen wat zijn bevindingen zijn. En nu toevallig met Haji Wright heeft Huub Stevens ook meegemaakt. Dus daar heb ik Huub Stevens daar ook gebeld. Maar niet dat zij ons tippen of zo. Nee, ik vraag aan hun, zoals wij dat bijna altijd doen, dat we 4 tot 6 bronnen hebben die met de speler gewerkt hebben, of oud-teamgenoten, of trainers of assistent-trainers waren, die met die spelers gewerkt hebben. Dus dat vinden wij wel belangrijk om daar ook achtergrondinformatie te krijgen. Kan Stan Valks nu weer rustig slapen nu de transferperiode is afgelopen? Of ben je al wel bezig met de volgende transferperiode? Nou, ik wel. Ik heb er al over nagedacht, maar er is nog niks te doen. Dus ik heb me al een paar dagen verveeld eigenlijk. Dus ik zat vorige week een paar dagen in het buitenland, maar eigenlijk had ik 1 dag eerder moeten gaan. Toen verveel ik me alweer. Nee, ik vind dit leuk. Ik vond het ook echt een hele leuke periode. Nu waren we natuurlijk in een vroege fase al, hadden we al veel spelers. Dus dan is er al best wel druk van de ketel. Toen kwam in één keer ook nog natuurlijk Maurice en Jai. Hè? Want ja, we hadden er, op een gegeven moment dachten we ze gaan. En zeker toen met Zwolle. Toen ging het niet door. Toen hebben we een halve dag achterover geleund. Hè, die blijven. En een dag later kwam een telefoon uit de Emiraten. Dus dat hebben we ook nog erbij gehad natuurlijk. En de laatste weken was een beetje hectiek. Maar voor de rest is het eigenlijk wel denk ik goed verlopen. En jammer dat het eigenlijk met Sušić niet echt gelukt is. We hadden allemaal een plan, denk ik. Hè, een gezamenlijk plan. En ja, dat is zonde dat niet gelukt is. En voor Tino waren wel een paar aardige aanbiedingen, zeg maar, in de vroege fase. Heeft hij op gewacht, zeg maar. En uiteindelijk, toen zijn we eigenlijk tot dit besluit gekomen. Dus gegokt en verloren. Of verloren, in ieder geval niet gewonnen. Al met al, als je nu terugkijkt, wat zijn dan je verwachtingen voor het lopende seizoen? Ja, dat is altijd het mooie. En dat hoort ook zo natuurlijk bij supporters. Die vinden het normaal dat we, als we dat gewoon een linkerrijtje moeten eindigen. Hè. En vorig jaar natuurlijk ook heel hoog geëindigd. Tot aan de winterstop in een linkerrijtje. Ja, daarvoor ook tot aan de winterstop linkerrijtje. Afgelopen jaar hebben we steeds, zeg maar, 3-4 spelers in de basis moeten vervangen. En nu zijn het er 6, 7, 8. Hè. De laatste wedstrijd waren er wat minder. Maar dus dat is toch plus een nieuwe hoofdtrainer. Dus het is een hele transitie geweest. Ik vind dat de voorbereiding echt heel goed is verlopen. En dan ben je benieuwd hoe gaan we de eerste wedstrijden spelen. Nou, dat is een beetje met horten en stoten gegaan. Hè. Natuurlijk tegen RKC niet heel goed gestart, maar uiteindelijk toch een goede overwinning binnengehaald. Dus ja, dan heb je 3 punten, dan is het altijd iets van. Hè, maar je ziet toch dat ze aan elkaar moeten wennen. Sommige jongens waren nog niet fit voor 90 minuten. Dus ja, dat zijn toch aanloopproblemen. Maar ik ga ervan uit dat we de komende weken, als iedereen fitter wordt, als ze meer aan elkaar gaan wennen, dat het spel weer punten op gaat leveren in ieder geval. Dus in dat opzicht maak ik me zeker geen zorgen heen. Jij gaat je weer voorbereiden op de wintertransferperiode. Ja, dat weet je nooit wat er gaat gebeuren. Je houdt altijd wat dingetjes in je achterhoofd. Maar ik ga daar ook weer wedstrijden bekijken. En natuurlijk. Want vanaf nu kijk ik alweer naar het volgende seizoen eigenlijk. Heel veel succes dan, meestal. Dankjewel.